Dit is de machine van Robert van Pelt. En Robert van Pelt die kwam me toevallig tegen in Den Dungen, waar hij aan het trainen was. Want hij is zich inmiddels alweer aan het voorbereiden op de Dakar. Hij was afgelopen jaar de jongste deelnemer in de Dakar, deed hij toen uitstekend. En het leek er eventjes op dat het maar een eenmalige deelname zou zijn. Maar Van Pelt heeft zich toch weer voorbereid op de komende rally. En hoe belangrijk is die Dakar voor hem? Ja, mijn leven bestaat er gewoon voor een heel groot deel uit. Dat kan eigenlijk ook niet anders. Als je druk bezig bent met sponsoring en de motor en trainen, dan, ja, dan strijkt er gewoon na school heel, gewoon een dagdeel eigenlijk. En dat is heel druk, maar vooral heel leuk. Ik doe hogeschool op Rotterdam, doe bedrijfseconomie, HBO. En dat is eigenlijk lastig te combineren, maar school helpt me daar echt super bij. Daar ben ik ze ook heel erg dankbaar voor. En het is heel lastig, maar ja, je moet wat veroveren hebben. Afgelopen jaar dus de jongste deelnemer in de Dakar. Hij was pas 19 en nu als 20-jarige heeft hij in ieder geval 1 jaar ervaring. Vorig jaar, of in 2013 dus zijn debuut in de Dakar. 16 jaar nadat zijn vader debuteerde. En wanneer begint die voorbereiding? Ja, het begint eigenlijk al in februari, gewoon met Enduro's alweer. Daarna begint het crossseizoen eigenlijk, gewoon de NK Nationale. Verder gewoon 2 rallies gereden in Griekenland en dus in de Olympia in Marokko. En verder ja, gewoon zoveel mogelijk op de motor zitten en in de sportschool zorgen dat ik er klaar voor ben. En mijn vader verzorgt de motor en die is ook voor 90% klaar. Dus we zijn er bijna. Ja, vorig jaar had ik 1 grote sponsor en die wil eigenlijk nu wat minder doen. En nu heb ik eigenlijk zelf, doe ik samen met Tim Coronel, verzorgen we eigenlijk de sponsoring. Tenminste, die heeft mij geholpen om de sponsoring voor een heel groot deel rond te krijgen. En daar ben ik super dankbaar voor. Robert van Pelt, hij werd in de afgelopen Dakar 47ste. Goed resultaat en in 1 etappe wist hij zelfs de 8ste plaats te pakken. En daarmee was hij toen de beste Nederlander. En hij had het straks eventjes over de rally in Marokko. Daar won Robert van Pelt de Enduro-klasse. Een rally trouwens waarin Frans Verhoeven de 10e plaats overal pakte. Maar wat is voor Van Pelt het moeilijkste tijdens, wat was het moeilijkste tijdens zijn Dakar-debuut? De hoogtes, dat was echt bijzonder lastig. Verder ook de lange etappes, dat was voor mij, daar kakte ik gewoon in en dan kwamen ze allemaal voorbij. En dat was vooral frustrerend de volgende dag weer dat ik in het stof moest starten. En ze allemaal alweer met meer risico in moest halen. Dat was heel lastig en ook gewoon de lengte van de dagen, dat is gewoon killing eigenlijk. Maar achteraf is het wel leuk. In principe ga ik alles weer hetzelfde doen eigenlijk, gewoon met de kist en met de Honda. Maar natuurlijk leer je ervan, het is gewoon een jaartje ervaring, ik ben een jaartje wijzer. Ik denk dat ik weer wat harder ben gaan rijden en ik denk veel constanter. Dus ik hoop dat het een stuk beter gaat dit jaar, of volgend jaar. Heel benieuwd hoe Van Pelt het in januari gaat doen in Zuid-Amerika. Het wordt dus een tweede Dakar, maar de vraag is natuurlijk ook, als je zo jong bent, 20 jaar pas, wat zijn dan eigenlijk de plannen voor de langere termijn? Ik denk dat het nog te kort is om een lange termijnsverwachting te scheppen, maar ik doe gewoon mijn best en we zien waar het schip strandt. Ik zelf ben gewoon niet ervaren genoeg, niet snel genoeg. De motor zou het in principe wel aankunnen, denk ik, maar daar gaan er gewoon een paar jaartjes overheen.